Hallo dames en heren, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Minecraft video. Vandaag gaan wij weer lekker Minecraft spelen, zoals jullie verwacht hadden. Ik zie daar een foutje in mijn skin, maar dat maakt niet uit. Wij gaan vandaag beginnen aan een... ik denk met villagers misschien. Ik weet het eigenlijk niet. En ik verwacht dat we naar de Nether zullen gaan. We hebben hier nu 4 kippetjes. Ja, laten we gelijk erin duiken, zou ik zeggen. We gaan gelijk naar de Nether. En om naar de Nether toe te gaan, gaan wij diamonds gebruiken. Ik weet het, we kunnen ook heel simpel, uit de lava pool doen. Maar wij gaan een diamond pickaxe daarvoor maken. En wij gaan ergens heen waar een root nether portal staat. Want, waarom ik die wil gebruiken, is omdat dit niet de nether portal gaat zijn die wij gaan gebruiken... voor altijd. Want ik heb een plan. Een leuk plan. Dat hoe ik de nether portal wil gaan bouwen. En laat ik dat gelijk maar aan jullie vertellen. Ik wil het schip van de Flying Dutchman maken. De Flying Dutchman is de Vliegende Hollander. Dat is een spookschip. En in SpongeBob komt dat wel soms voor in een aflevering. En dan is dat een groen schip. Van hout natuurlijk. En natuurlijk kunnen wij geen groene, hebben wij geen groen hout. We hebben wel blauwig hout. En dat wil ik daarvoor gaan gebruiken. Als het goed is, moet ik die groen portal hier ook. Ja, wordt het een blauw hout wil ik daarvoor gaan gebruiken. En Dan kunnen we daarmee dat doen. Want dan ziet dat er wel vet uit. En dan een spookschip is en de nether is een beetje spooky, weet je wel. Dacht ik dat dat wel een slim idee was. Dus daarom gaan we dat doen. En aangezien we natuurlijk alles in de stijl van Bikini Bottom natuurlijk willen houden, moeten wij dat gaan doen. We gaan deze berg sowieso nog een keer met de grond gelijk maken. Maar ja, nu nog even niet. Nu gaan we gewoon hier de obsidian weghakken. En dat gaat wel even duren. Maar terwijl ik dat aan het doen ben, ik heb weer zin om te spelen. Wel lekker Minecraft met jullie te doen. Dus ik hoop jullie ook, dat jullie er ook nog weer zin hebben. Als je er geen zin in hebt, dan ja, kun je wegklikken. Waarom heb je dan op deze video geklikt? Vraag ik me af. Maar ja, ik heb er weer zin in. Ik heb er ideeën op gedaan. En als we vandaag alweer wat meer progressie kunnen maken... om die Ender Dragon te verslaan. En om Elytra's te halen, weet je. Dan wil ik dat best proberen. Zoals jullie zo meteen gaan zien, ga ik de Crying Obsidian wel hakken. Aangezien ik een datapack heb geïnstalleerd van Vanilla Tweaks. In de eerste episode staat daar een linkje in de beschrijving. Kun je nu ook bekijken. Ik denk dat ik hem wel eronderin ga zetten. Als je dat wil. En op Vanilla Tweaks kun je dingen aanpassen zoals resource packs, texture packs, zoals jullie misschien al gemerkt hebben bij de XP bar. Dat is geregeld door Vanilla Tweaks. En daardoor kan ik gewoon veel meer doen, ook in deze wereld. En ja, zeker een keer uitchecken. Who's cutting onions? Dus inderdaad, ik was het alweer vergeten, maar... is inderdaad een achievement.
die krijgt als je, hoe heet het, hakt, krijg obsidian. Nou, volgens mij hebben we al best wel wat. We hebben 10, dus we hebben voldoende. Maar zoals je ziet is hier nog meer dan alleen dat. We hebben een gold block. Dat zullen we wel nodig hebben om met piglins te werken. Maar we gaan nog even kijken, want er moet altijd een chest hierbij zitten. We hebben daar nog wat crying obsidian trouwens. Nou ja, dat nemen we gewoon mee. Want crying obsidian vind ik op zich wel een mooi blok. Kunnen we ook met piglins treden natuurlijk. Zul je vast wel weten als je wat meer verdiept hebt in Minecraft 1.16. En zo niet, dan weet je het nu. We gaan nog even op zoek naar het Kinsey. Want zoals ik al gezegd heb, heb ik de wereld al een paar keer opnieuw moeten opstarten. Dus ik weet ongeveer nog wat er in dat kistje zit. Het is niet heel boeiend, maar ik wil het toch gewoon even hebben. En sandstone kunnen we ook zeker wel gebruiken. Nou, hebben we niks gevonden. Dan nemen we er ook gewoon maar genoegen mee. Ik heb geen zin om nog langer te zoeken. Voor een kistje. Oeh. En we gaan dan te paard. Gaan we weer terug naar ons mooie huisje. En vorige aflevering, mocht je die niet gezien hebben, hebben we een kleine tree farm gebouwd. Zodat wij kunnen beginnen aan wat andere projectjes. En ik denk dat mensen dat al hebben opgemerkt, weet ik niet helemaal zeker. Maar Patrick's huis heeft, ziet er iets beter uit daarboven. En dat is waar. Patrick's huis is iets beter daarboven. Dat heb ik niet goed uitgewerkt. Als je dat hebt opgemerkt, props naar jou. Want ik dacht dat het zo gemaakt was in de serie. Maar ja, dat weten we nu ook weer. Dus we kunnen dat snel ook veranderen. En daarvoor heb ik een blokje nodig. En wat andere meuk. En dat laat ik zo meteen even zien. Zo. Oeh. Dan hebben wij onze nether portal done and dusted. We hebben een pickaxe, diamond pickaxe, laten we dan even hier, want dan gaan we even nether exploren, denk ik. Gaan we nether exploren, daar heb ik eigenlijk wel zin in, maar voordat we dat gaan doen moeten we even slapen en dan hakken we de tree farm nog even weg. We gaan niet verder naar de Explorer. Ik wil vandaag gewoon even wat verzamelen zodat wij observers kunnen gaan maken. En daarna gaan we ons met andere dingen hier weer bezighouden. Want dit wordt een vrij lange episode, verwacht ik. Voor mij in ieder geval. We zijn nu al 10 minuten bezig en we hebben nog helemaal niks gedaan. Zou je kunnen zeggen. Want dat heb je soms. Soms gaat Minecraft wat sneller of wat langzamer. En dan
moet je dan maar genoegen meenemen. Ik vind het wel jammer, we hebben maar 2 saplings gekregen. Maar we hebben nog meer saplings. Die pakken wij. Dan gaan wij naar binnen. Gooien we die weg, die. Wat hebben we dan nog? Een flint steel. Dus we hebben hier de steel. En hier de flint. En dan, bababim, bababoom, een flinde steel. Dit zou moeten werken, pof, pof, plommen. Dat is wel jammer. Want er stond in de datapack van, werkt ook met crying obsidian. Nee, blijkbaar dus niet. Het kan ook best zijn dat de datapack is verlopen. Aangezien ik nu in 1.16.3 zet. 3 al. Het gaat echt super snel. Maandje geleden. Het was 1.16.1 nog geen eens uit. En nu zitten we al in 1.16.3. Dus dan hakken we weer wat normaal obsidian. Pakken we het water. En dan gaan we weer even wat obsidian plaatsen. Want we hadden toevallig nog wat. En voordat ik het vergeet, moeten we even een gouden helm maken. Voor in de nether. En bada bim. Bada boom. Een van de spulletjes die wij niet gaan gebruiken. Weer terugleggen. En wat extra brood maken. Zo. Stukje brood. Rest maken we voor we gooien van. Zo. Iets minder stek, maar laten we dit achter voor strakjes. Dat is mooi. En dan gaan we verder exploren. Of niet exploren, gewoon het kwart zakken. Naast de Crimson Forest. Crimson Forest heb ik nodig. Ook wel. We gaan gewoon gelijk de hout af. De hout waarover ik het had. En ja, Warped Forest. Zoals jullie misschien al hoorden, hoor je wat Endermans. Zover ik weet zou het hier moeten stikken van de Endermans. Of in ieder geval in Minecraft Bedrock doet het dat zeker. In Java volgens mij is het niet veel anders.
moet even mijn hoe gaan pakken. Laten we even ook wat basalt pakken. Om dat even zo te plaatsen. Zo. Dan hebben wij een kleine brug. Dan kunnen wij move. Audio, het erg lijkt of dat je geen eens hebt aangezien het gewoon kleine knippies zijn ertussen. Het zou best kunnen. Als het zo is, excuses. Daar kan ik niks aan doen. Het is gewoon omdat de PC een beetje langzaam is. En zeker een single player. Maar we kunnen hier wel wat netherwaard mee halen. Goed. Wat netherwaard is een best wel mooi blok. Blue warped, warp netherwaard blok is het. Warped ward blok. En zoals ik al gezegd heb, is dit nodig voor natuurlijk de netherportal ruimte. Die we van deze blokken gaan maken. Die komen we dan net niet aan. Nu wel. Maar dit gaan we nu niet doen. We gaan nu op zoek naar wat quartz. Zodat we nog een kippenfarm kunnen maken. Ik had nooit verwacht dat quartz vinden nodig. Ah, daar is quartz. Zoals jullie daar zien en daar. Zijn er hier een hoop endermans. Zoals ik al gezegd heb. Kijken we gewoon naar de grond terwijl we op het kwarts afgaan. Want wij willen met onze 25 levels niet zomaar neergaan. Dan gaan wij weer omhoog. Wij nemen wat van alles mee, zodat wij in de overworld, volgens mij is het random of je het wel of niet krijgt in Minecraft Java. Die weeping vines. Wist je trouwens dat deze houtsoorten een van de enige houtsoorten zijn die volledig AFK-able zonder autoclicker of iets farmable zijn? Aangezien het zijn mushrooms. En die mushrooms gedragen zich ook mushrooms. Wat vrij logisch is. Mushrooms die planten zichzelf soms. Zorgt dat het completely AFK-able wordt.
Laten wij dan eventjes gaan slapen. En dan gaan wij daarna beginnen aan de kippenfarm. Ik denk dat het een hele laggy aflevering is. Sorry daarvoor. Kan ik nu even niks aan doen. Zoals ik al uitgelegd heb. Als het goed is kunnen we deze gewoon hierop planten. Kan niet. Kan die wel op dirt? Misschien wel, weet je nooit. Ja, kan wel op dirt. Dus dan pakken wij even wat dirt. En als het goed is, als het goed is, als het goed is, als het goed is. Als we daar dan wachten of bone meal op gooien. Laten we even checken. Bone meal. Laten we voor 6 bone meal gaan. Dat kunnen we als het goed is hierop gebruiken. Nee. Moet ik nog eens een keer gaan uitzoeken hoe dat precies werkt. Voor nu hebben we 6 bone meal. Ja. Maar wij moeten een kippenfarm gaan maken voor jullie. Of voor jullie zonen en dochters. En wat hebben wij voor een kippenfarm nodig? Heel simpel. Ik ga even een foto. Auto chicken farm. Ik ga even een foto opzoeken. Zodat wij. Zodat ik zeker weet. Dat die goed gaat. Ja. Oké, wat wij nodig hebben, ik ga hem van cobblestone bouwen. Waar gaan we hem bouwen? Ik denk dat we een speciale kamer ervoor gaan maken. Ik weet eigenlijk niet waarom ik een third person en een first person ging. Ik dacht dat ik een timelapse ging starten. Ga ik niet doen. We gaan hem hier zo maken. Kleine kamer onder de grond. Geen grote kamer. Die gaan we vast nog wel een keer uitbreiden. Maar voor nu hebben we aan deze ruimte wel even genoeg. Om niet om de contraption helemaal in te passen. Maar dat breiden we zo meteen wel weer uit. Maar wel om eventjes goed mee te kunnen werken. Of we bouwen van sandstone. Dat gaat ook. Dat is ook een mooi plan. Laten wij ons inventory even legen. Zo. Wat hebben wij dan nodig? Ik heb kisten nodig. Kisten. Twee kisten. Drie zelfs. Zo. Zo. En dan de twee kisten. Dan heb ik nog een output chest nodig. Zo. Dit is de output chest. We gaan hem zo maken. Dus dan moet de ruimte nog eentje meer zo. Want dit is een kleine farm. Maar wel een hele handige farm. We pakken even wat torches boven.
Zag ik daar nu goud in zitten? Zo. Dan doen wij hier zo de output chest. Die daar. En dan gaan wij ook eventjes wat glas smelten. Zo. Die mag eruit, die mag erin. Zo. Dan gaan we even wat glas smelten. Zoals ik al gezegd heb. Wij hebben een slaap nodig, dus die gaan wij eventjes maken. Stone. Hebben wij normaal steen voor nodig? Dan maken we dat ook eventjes. En dan hebben wij één iron nodig. Wij hebben een dispenser nodig. Dit werkt niet toch? Oh nee, ik heb daar ook nog redstone als het is voor nodig. Ja, een dispenser. En de dispenser kunnen we hier zetten. Nee, hier. Ik ben bang dat hij de kip raakt. Maar als het goed is. Zou dat niet moeten gebeuren? Dan maken wij een steensnijder, een goudblok. Dan zetten wij deze steensnijder hier neer. Dan maken we een cut sandstone slab. Die moet hier. Dan hebben we weer glas nodig. Glas, dat zijn we hier aan het maken. 11 glas weer. Zo. Dan moeten we nu een systeem maken. Waarmee wij kunnen zien. Of... of we een ei kunnen afvuren. Even kijken, kan het zo? Nee. Dan moeten we dit blok weghakken. Denk ik. Ja. Deze hoeft niet van glas te zijn. Zo. Doe het zo, is wel mooi. Oké. Dan hebben wij een beetje steen weer nodig. Als het goed is, is het een comparator. En dan hebben we quartz en 2 redstone torches voor nodig. We hebben sowieso dit nodig. Boom. En het kwarts. Glas. Steen. Zo. En dan hebben wij een redstone comparator.
die wij zo zetten. En dan doen wij dit. En dan hebben wij nog een repeater nodig. Hoe maak ik nou ook alweer een repeater? Hebben we weer stenen voor nodig? Twee redstone torches en redstone. Nou, dat hebben wij toevallig. Zo. En dan hebben wij ook weer een repeater. Als het goed is, ja, dat werkt. Dat is mooi. Nu hebben wij een lava bucket nodig. En een seconde om te slapen. Wow, meneer Spinman. Hij met me gewoon. Wow. Creeper man. Zo. Nu hebben wij een hopper nodig. En dan is het, is de farm al wel bijna af. Zo. Een hopper die dit doet. Dat. Zo. En dan onze eitjes om de farm te completen. Die hebben wij hier. Komt allemaal goed. Helemaal goed dit. Pakken wij de eitjes. We hebben nu twee kippetjes. En die zijn nu tijdelijk. Hier kunnen wij nog omhoog. Zo moeten wij even wat ladders maken. Zodat wij nog omhoog kunnen. Maar, dan maken we deze ruimte nog wat mooier. En dan is de farm af.
farm is eigenlijk al af. Ik moet alleen boven nog wat meer kippetjes. Zodat het lekker werkt. En dan hebben wij voor een lange tijd genoeg eten. Maar dit is niet de enige etensfarm die we gaan maken. Dit is gewoon voor het begin. Ik wou eigenlijk deze farm niet maken. Maar ik heb het toch gedaan. Want ik wil namelijk een hoglin farm hebben. Dat is de reden waarom ik ook nog geen koeienfarm heb. Is aangezien een hoglin farm in de nether veel meer ledder produceert. En daardoor ook een stukje sneller is. En die produceert ook nog eens varkensvlees. Dus laat mij even wat ladders maken. We zouden het aan de eieren hier oppakken. Dat is ook de reden waarom we eerst een eierfarm hadden. Is aangezien dat het gewoon een stuk sneller gaat. En we nu niet hoeven te klooien om kippen erin te lokken. Ik maak er gewoon 6. Boeie ruurt. We hebben die toch nog wel een keer nodig. Zo. Jammer. Jullie krijgen nog wel een keer vriendjes. We kunnen ook gewoon de kippen hierin zaadjes voeren. Maar laten we die even afdoen. Dit was weer de aflevering van vandaag. Vonden jullie het een leuke aflevering? Mag je zeker een duimpje omhoog doen. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Want er komen nog veel meer Minecraft video's aan. En dan zie ik jullie waarschijnlijk bij de volgende aflevering. Ja. Dat is een simpele aflevering deze keer. Dikke doei.